Het zijn de kaartjes voor de leeuw voor juni. Ik ga werken met de fairy kaartjes en fairy tarot. Dus dat zijn heel veel fairies. Dat betekent dat jullie in de natuur kunnen gaan. Want de fairies zijn in de natuur, dus ga lekker de natuur in, hè? En wees lief voor jezelf. Kindness. Dus echt, wees lief voor jezelf. En dat is gewoon heel belangrijk. En ja, deze fairy die connect met de dieren. Dus misschien kan je lekker met de hond het bos ingaan. Of zie je diertjes en ben je vertederd door diertjes als je die in de natuur tegenkomt. Hè? Maar zorg met name goed voor jezelf. En laat los. Dus dat is iets voor jullie leeuwen. Laat alle. Hè, als je lief bent voor jezelf, komen er misschien emoties naar boven. En dan is het betekend dat je dan los mag laten. Want er zijn dingen. En hier is de maan dan ook bij. Dus geef het over aan het universum eigenlijk, hè? Dus in de tijd van de volle maan kan het ook emotioneler zijn. Zeg dan van, nou, ik geef al mijn zorgen over aan het universum. Hè? Als je voelt dat het te veel wordt voor je. Maar blijf steeds lief voor jezelf. Dan kan je ook alles aan. En dan kan het zelfs voor jullie betekenen dat jullie een andere plek gaan vinden. Ene zegt, ik ga nieuw werk vinden. De ander gaat zeggen van, nou, ik ga toch verhuizen, want het voelt dat ik het nodig heb, dat ik toch een andere locatie vind. Je gaat misschien een andere plek zelfs vinden om naartoe te gaan voor jezelf. Hè? Dus het kan op diverse manieren zijn, maar wat je ook kiest, dat brengt je wel vrede. Dus we gaan eens even kijken wat die andere tarotkaartjes dat wil zeggen. Hè? Hier hebben we die kindness, lief zorgen voor jezelf. Kijk, en dit is helemaal in de natuur. Hè? En dat is de Eight of Summer. Dus dan gaan we even kijken. Dat zijn de acht van bekers. En dat betekent eigenlijk dat je wil gewoon een mooier leven. Weten dat het tijd is om verder te gaan. Dus dingen loslaten. Misschien ook dat huis wel loslaten. Want het is tijd voor iets nieuws. Maar het zijn grote dingen die op het spel staan. Maar weet dat het tijd is om verder te gaan. Je hebt al je spullen gepakt. En je gaat gewoon dat pad verder, zeg maar. Maar je zorgt, blijft goed voor jezelf zorgen. Oké, dan komt de King of Winter. En dat is de koning van zwaarden. Oké. Ja, misschien is het wel goed om goed voor jezelf te zorgen, dan ook adviezen in te winnen over financiële zaken, om lekker in je vel te blijven zitten. Misschien is het bij mij langs te komen voor een heling of een reading, om meer inzicht te krijgen wat goed voor je is. Maar doordat er zoveel komt, kan het ook betekenen dat dat wat zijn effect heeft op de relatie. Hè? Maar die koning van Winter, die weet wel, ja, die is af en toe wat emotioneel, dus die moet loslaten, zeg maar. Maar hij weet wel wat hij wil. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Och, fantastisch. Kijk eens, lieve leeuwen. En dan komt de grote arcana kaart, de zegenwagen, de chariot. En dat betekent inderdaad, als je dat nieuwe vindt, dan komt dat allemaal goed. Hè? Celebrating your accomplishments, ja. Nou ja, de zegenwagen, dat wil duidelijkheid brengen. Hè? Dus dat is heel, heel mooi. Nou jongens, er staat heel wat voor jullie op het spel, lieve leeuwen. En ik hoop dat jullie echt een hele mooie nieuw huis vinden. Of een nieuwe stek waar jullie eens naartoe gaan. Ga lekker de natuur in. Blijf goed voor jezelf zorgen.
En dan zie ik jullie heel graag volgende maand weer hier op YouTube of anders in mijn praktijk. Dag!